Ik ben momenteel zo'n 15 jaar werkzaam als klassiek homeopaat in een praktijk in Leuven. Ik werk ook in een verloskundepraktijk, vroedkundepraktijk. En voilà, 15 jaar werken in eenzelfde job. 5000 patiënten verder zijn. Hè. Heel vaak luisteren naar allerhande problemen, zowel op lichamelijk, emotioneel als mentaal niveau. Het was eigenlijk het ideale moment geweest om eens een burn-out te krijgen. Hè? Om eens zelf heel goed ziek te worden. Maar ik heb de kans niet gekregen. Ik werd gevraagd om in de kamer te zetelen bij minister Onkelings. De kamer die het verlossende antwoord zou geven op wat moet er gebeuren met die wetgeving voor de homeopaten. En ik weet nog goed, toen ik vertrok naar Brussel voor mijn eerste vergadering, hoe enthousiast ik was, hoe blij ik was dat we eindelijk eens met experts, mensen vanuit de universiteiten, mensen vanuit het werkveld, artsen, allerhande, eens goed rond de tafel gingen zitten en een degelijke wetgeving op poten zouden zetten met één principe voor ogen. Het principe dat professor Fraiman als laatste heeft aangegeven, namelijk de veiligheid van de patiënt. Hoe kunnen we de patiënt die een alternatieve geneeswijze raadpleegt zo goed mogelijk beveiligen tegen, en nu gooi ik echt de knuppel in het hoenderhok, tegen zijn eigen geloof. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat hij eigenlijk de beste behandeling krijgt op het moment dat hij bijvoorbeeld een levensbedreigende ziekte heeft? En ja, mijn antwoord zou daar natuurlijk ook zijn. Je kan die paragraaf, die laatste paragraaf ook omdraaien. Zijn we eigenlijk wel gepermitteerd om, wanneer een patiënt levensbedreigend ziek is en er geen conventionele behandeling meer voorhanden is, om die een alternatieve behandeling te ontzeggen? Dus ik denk dat we daar een beetje op gelijke voet staan. Maar goed, die kamervergaderingen zijn zodanig verlopen dat ik na de eerste rit naar Brussel al goed doorhad dat het eigenlijk op weinig zou uitdraaien. Ik zat daar tegenover 11 artsen en elke beslissing werd genomen bij wijze van stemming. We kregen iedere keer zo een klein wit briefje waarop we mochten aangeven of we akkoord waren met de uitspraak al dan niet. En de eerste uitspraak die gedaan werd was: moet homeopathie exclusief aan artsen worden toevertrouwd? Nu, met 11 artsen rond de tafel en 1 niet-arts, dan weet u het antwoord al vooraf, er hoefde eigenlijk geen stemming plaats te vinden. En eigenlijk is de hele wetgeving die vandaag de dag heel fel op tafel ligt en die binnen een 14-tal dagen zal bekrachtigd worden op niveau van het ministerie, van de regering, is die hele wetgeving daar een gevolg van het feit dat die eerste uitspraak gestemd is als ja, homeopathie moet exclusief toevertrouwd worden aan artsen. Nu, ik had eigenlijk heel gelukkig kunnen zijn. Dat kwakzalverijdomein, waar ik al 15 jaar zowel in de kennissenkring, alle feestjes, familiefeestjes enzovoort, ging het wel over, werkt dat nu, die homeopathie? Als binnen de wetenschappelijke wereld, als binnen mijn patiëntenbestand, eigenlijk werd dat domein eens au sérieux genomen. Met name artsen, een heel degelijk beroep binnen onze maatschappij, zouden exclusief datgene wat als kwakzalverij werd bestempeld, mogen gaan uitoefenen. Maar ik schrok me eigenlijk te pletter toen ik meteen ook in diezelfde vergadering vernam dat die beslissing wel genomen was, of dat advies wel gestemd was, op basis van het feit dat homeopathie gezien wordt als enkel een placebo-effect en dat het niet wetenschappelijk bewezen is. Nu, ik ben ongelooflijk verward. Ik ben ongelooflijk verward dat men iets wat als een placebo gezien wordt, wat niet wetenschappelijk bewezen is, althans volgens het wetenschappelijk denken van de klassieke geneeskunde, dat dit dan exclusief zou toevertrouwd worden aan artsen. En op het moment dat je verward bent, dan ga je terug naar je roots, dan ga je terug naar datgene waarop dat uw discipline gebouwd is. En om jullie de kans te geven om vanavond een stuk mee te denken en eigenlijk ook een stuk mee te discussiëren, want jullie krijgen straks ook de kans om vragen te stellen. Om jullie die kans te geven, ga ik een aantal van die roots uitleggen. Ik ga een aantal van die principes waarop mijn vakgebied gebaseerd is,
aan jullie vertellen. Ik ga dat zo objectief mogelijk proberen doen. Ik ga een aantal voorbeelden geven vanuit de praktijk. En dan kunnen jullie zelf eigenlijk gaan redeneren en gaan nadenken en tot inzicht komen. Nu, wat is homeopathie? Wat doe ik in mijn praktijk? Er komt een patiënt binnen en die zegt bijvoorbeeld: ik voel mij niet goed in mijn vel. Het gaat mij niet de laatste tijd. Ik heb heel vaak ontstekingen. Ik sukkel eigenlijk van de ene ziekte in de andere. Of een andere patiënt die zegt van: ik kom van bij mijn huisarts. Mijn bloedtest is volkomen goed. Ik heb geen enkele objectieve maatstaf om te zeggen dat ik ziek ben. En toch geraak ik mijn bed niet uit en geraak ik de trap niet op 's avonds. Dat zijn eigenlijk de aanmeldingen die ik krijg in de praktijk. Dus de patiënten komen eigenlijk met uitspraken die niet verwijzen naar één of andere diagnose. Tenzij ze natuurlijk al zodanig gemasseerd zijn in het klassiek geneeskundig denken, dat ze zelf met een diagnose bij u komen en eigenlijk niet anders verwachten dan dat je middel schrijft op die diagnose. Maar ze komen dus met die algemene uitspraken binnen. En dan is het eigenlijk aan mij om te gaan kijken van: welke signalen geeft dat lichaam? Welke ziektesymptomen zijn er die mij iets meer vertellen over het feit dat die patiënt zich niet goed voelt? Dus je hoort al in de manier waarop ik het verwoord dat ik ziekte op een heel andere manier definieer dan in de klassieke geneeskunde. Ziekte is voor mij niet iets dat stantepede moet onderdrukt worden, moet verdwijnen. Ziekte is eigenlijk een broodnodig gegeven om te weten hoe het met die patiënt of met die persoon gesteld is. En dan is het uiteraard de vraag met wat van die persoon gesteld is. Professor Freiman heeft het daarnet benoemd als weerstand. Ik ben al heel blij dat u aangeeft dat de klassieke homeopathie bijvoorbeeld kan bijdragen in het verhogen van weerstand. Meestal krijg je te horen: klassieke homeopathie werkt voor allergieën, werkt voor maagklachten, werkt voor depressies of tegen. Klassieke homeopathie werkt nooit op een bepaalde ziekte. Wat wij doen als klassiek homeopaat is de weerstand van de patiënt verhogen, zijn energiepeil verhogen, waardoor dat die signalen, die ziektesignalen, geen enkele betekenis meer hebben. Waardoor ze niet meer nodig zijn en dusdanig verdwijnen. Uiteraard is dat een hypothese. Niemand kan bewijzen dat het op die manier verloopt. Het enige wat je kan doen, is dat aannemen. Je kan dat vooronderstellen en toetsen in de praktijk of het effectief op die manier verloopt. Net zoals men in de klassieke geneeskunde ook bepaalde hypotheses stelt, bepaalde zaken aanneemt tot het tegendeel bewezen wordt. Nu, de vraag die we ons dan stellen is: als ziekte een signaal is dat er met die weerstand iets fout gaat, moeten we dan die ziekte onderdrukken of moeten we iets doen aan die weerstand? En om die weerstand te verhogen, gaan we eigenlijk gebruik maken van alle mogelijke signalen die dat lichaam geeft. En dat is de echte betekenis van het holisme. Men noemt de alternatieve geneeswijze wel eens holistische geneeswijze. Holistische geneeswijze is geen behandeling, maar is een manier om aan te tonen wat eigenlijk de theorie is achter die alternatieve geneeswijze. Het echte holisme betekent dat men geen onderscheid meer maakt in de signalen of in de niveaus van de signalen die door het lichaam gegeven wordt. En ik ga er een voorbeeld van geven. Als iemand binnenkomt en die heeft bijvoorbeeld last van constipatie, obstipatie, die gaat bijvoorbeeld maar om de 3 keer een keer goed naar het toilet. En ik heb een gesprek met die persoon en ik hoor op mentaal-emotioneel niveau dat hij eveneens de neiging heeft om zaken vast te houden, om in het verleden te leven, om verdriet vast te houden. Ik hoor bijvoorbeeld dat die patiënt heel graag hartige voeding eet, dus zoute voeding, en wat doet zout? Zout houdt vocht vast. Dan heb ik daar als holistische
trek eigenlijk in die persoon als constitutioneel kenmerk in die persoon met name het vasthouden als kenmerk gedefinieerd. En het is op die neiging van het lichaam om zowel op fysiek niveau als op mentaal-emotioneel niveau zaken vast te houden, het is op die neiging dat er een behandeling zal moeten gegeven worden. Uiteraard vraagt men ook in de klassieke geneeskunde van hoe het gesteld is met de sociale context waarin u leeft. Maar als je nu bijvoorbeeld herhaaldelijk een keelontsteking doet en uw huisarts vraagt van, ja, maar heb je niet wat stress zo? Hè? Hoe komt dat dat je eigenlijk iedere keer zo'n keelontsteking doet? Hè? Wat al een heel verstandige manier is van de zaak te bekijken. Maar in uw behandeling gaat je antibiotica toedienen. Ja, wat is dan eigenlijk de betekenis geweest van die vraag? Waarom heb je dat gevraagd? Hè? Je zou kunnen zeggen, ja, om die persoon dan door te verwijzen eventueel naar een psycholoog, hè, om hem te leren omgaan met zijn stress. Maar wat gaat die psycholoog dan doen als die persoon terug een keelontsteking krijgt? Hè? Dan wordt hij terug naar die huisarts verwezen. Dus het fragmentarisch bekijken van een patiënt of het opdelen van iemand, hè, in zijn verschillende ziektes eigenlijk, dat is net datgene waar we de alternatieve geneeswijze tegenover stellen. En ik bedoel met tegenover hier niet dat we in conflict gaan. Integendeel. Ik zeg altijd, ik kan mijn job doen dankzij de klassieke geneeskunde. Ik denk dat de waarde van de alternatieve geneeswijze erin ligt dat we net al die verschillende deeltjes, datgene wat zo opgedeeld is in de klassieke geneeskunde, dat we al die verschillende zaken terug samenbrengen. En dat we het lichaam au sérieux nemen in de wijze waarop het spreekt in ziekte. In de wijze waarop het signalen heeft in zijn ziekte. Echt holisme betekent dat lichaam en geest hetzelfde vertellen. En niet dat uw arts geïnteresseerd is in de sociale context waarbinnen u leeft. Als hij daar in zijn behandeling niks mee doet. Nu, de vraag is een integrale geneeskunde mogelijk? Het is een vraag die we heel vaak gesteld hebben reeds, ook in de opleidingen rondom alternatieve geneeswijze. Is een integrale geneeskunde mogelijk? Dan moeten we ook bereid zijn om het paradigma of de wijze waarop dat wij wetenschap zien, om dat in vraag te gaan stellen. Ik denk zoals de klassieke geneeskunde wetenschappelijke onderzoeken doet, en professor Freiman heeft het daarnet heel goed geïllustreerd, is een manier om naar wetenschap te kijken. Of is een manier om naar de realiteit te kijken. Namelijk dat je zoveel proefpersonen neemt, een statistisch significant aantal proefpersonen neemt, een tweede groep neemt, een controlegroep enzovoort. Iedereen dezelfde behandeling heeft en dan kijkt, is er daar een verschil in effecten. Nu, ik ben ooit begonnen in wetenschappelijk onderzoek aan de KU Leuven, weliswaar, en ik zat daar in kwalitatief onderzoek. Ik deed onderzoek naar de kwaliteitszorg in het geneeskundeonderwijs. Daar had ik al collega's die vonden dat het feit dat ik kwalitatief onderzoek deed, dat ik geen echte wetenschappen dreef. Omdat bij kwalitatief onderzoek ga je uit van de perceptie van u, en ik ga het nu direct vertalen naar mijn domein, van uw cliënt. Heel belangrijk in ons vakgebied is hoe de persoon zijn ziekte ervaart. Het kan dat iemand geen objectief gezien, volgens de maatstaven, de instrumenten die we hebben, niet ziek is en zich toch heel ziek voelt. Het voorbeeld dat ik daar graag wil geven is bijvoorbeeld, je kan op de weegschaal gaan staan en zien dat je 100 kilo weegt. Hè? En zeggen van, oei, ik zit hier met een probleem. Hè? Maar je kunt bijvoorbeeld 60 kilo wegen, hè? En net nieuws gehoord hebben, familiaal nieuws dat u heel fel raakt of met heel veel verantwoordelijkheden zitten in uw werk en u 100 kilo voelen, ook al weegt je maar 60 kilo. Er is geen enkel instrument dat kan meten dat je 100 kilo voelt. En toch zal het dat gevoel zijn dat bepaalt of dat je die dag goed gaat functioneren of niet. Dus de subjectieve beleving van ziekte is heel moeilijk
wetenschappelijk te onderzoeken, op de wijze waarop dat de klassieke geneeskunde wetenschappelijk onderzoek doet. Daarvoor hebben we onderzoek nodig dat kwalitatief van aard is en veel eer niet zozeer peilt naar effecten, maar naar fundamenten. Ik ga daar een voorbeeld van geven. Bijvoorbeeld de kinderen met huidklachten. Heel veel baby's eczeem. Men onderdrukt die eczeem met een cortisone. Dat geeft een fantastisch resultaat. Die eczeem verdwijnt. Maar als die kinderen een paar dagen later bij de neus-, keel- en oorarts zitten of bij de longspecialist zitten, dan moeten we ook eens durven de vraag stellen, is er misschien een verband tussen dermatologische klachten, huidproblemen en luchtwegenklachten? Zou het misschien niet kunnen dat het lichaam, als het een signaal heeft dat er met de weerstand iets fout gaat, als je dat signaal onderdrukt en eigenlijk niet zo serieus neemt, dat er een sterker signaal komt, met andere woorden, een luchtwegenklacht. Natuurlijk, wat gaan wij doen als ouder? We gaan met ons kind naar die dermatoloog gaan. En we gaan daar de cortisone krijgen, bijvoorbeeld. We gaan vervolgens naar de huisarts gaan en zeggen van kijk, of we gaan naar de neus-, keel- en oorarts gaan en zeggen, kijk, mijn kind heeft luchtwegenklachten. Maar we gaan over die huidklacht niet meer spreken. Omdat we zo gewoon zijn ook al van in termen van afzonderlijke klachten te spreken. Terwijl het van ons lichaam eigenlijk één en dezelfde beweging is. Met andere woorden, wat zou een integrale geneeskunde kunnen zijn? Dat is geen huwelijk waarbij dat je elke dag samen opstaat en samen gaat slapen. Ik denk dat dat een goede latrelatie kan zijn. Waarbij dat je zegt, we laten elke geneeswijze in zijn eigenheid. Maar met goede restricties. Voor ons kan het ook niet dat iemand alternatieve geneeswijzen bedrijft zonder een notie te hebben van klassieke geneeskunde. Maar het kan vooral niet dat iemand alternatieve geneeswijzen bedrijft en geen verantwoordingsplicht zou hebben via zijn patiënt naar de klassieke geneeskunde. Maar ook het omgekeerde kan niet. En dus wij pleiten daar echt voor een zelfstandige discipline binnen de alternatieve geneeswijze, maar met voldoende multidisciplinaire werking met de klassieke geneeskunde. En met respect voor elk zijn referentiekader. Ik zou graag afsluiten met een uitspraak die ik ook in de Kamervergadering heb gedaan toen het duidelijk werd dat klassieke homeopathie op basis van het feit dat het een placebo is aan artsen is toebedeeld. Het lijkt alsof dat men een adoptiekind heeft aangenomen en het ziet er naar uit dat alvorens het adoptiekind zal gearriveerd zijn, dat men het al terug ten vondeling zal leggen. Nog de universiteiten, nog de hogescholen zijn, universiteiten zijn niet bereid, de hogescholen zijn afhankelijk van de universiteiten, dus die kunnen het niet meer doen, zullen onderwijs voorzien in die alternatieve geneeswijze. Nochtans zijn het die artsen die aan die universiteiten studeren, die vroedkundigen die aan die hogescholen studeren, die op die manier zullen moeten in contact komen met die alternatieve geneeswijze. Het is heel duidelijk dat de onderliggende beweging niet is van we gaan de veiligheid van de patiënt garanderen. Het is heel duidelijk dat de onderliggende beweging is we gaan die alternatieve geneeswijze eigenlijk geen kans meer geven. En dat is jammer als je bedenkt dat 15 jaar geleden minister Colas met hand en tand ervoor gevochten heeft om een wetgeving tot stand te laten komen om net die disciplines die niet binnen de geneeskunde vallen, niet binnen het KB 78 voor de ingewijden, om die een legaal kader te geven.